Dan nu, speciaal voor alle dames in de zaal, Danny Braaf. Mijn liefste, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent? Want het is alsof is goed, de hè? Dagen ja, zonder is... jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn om ons heen, want samen zijn, ja met z'n twee, te beleven, één te zijn. Ja, samen zijn. Godverdikkie. Het is heel mooi om in de zaal te staan, want alle dames kijken echt in love. Echt, het is ongekend. Dre. Ja, je bent natuurlijk een knappe gozer, je bent een verschijning. Hoe je met de camera naar de mensen thuis flirt, met de mensen hier in de zaal, dat doe je al heel goed. Dat deed je zelf naar mijn zus, wat ik een minder puntje vind. Maar ja, dat kan niet, dat kan niet. Flirten. Leuke zwager, Dre. Ja, nee, dat ben ik helemaal mee eens. Maar het was af en toe een klein beetje geknepen. Een beetje zo, zeg maar. Oeh, maar ja. Doe het nog eens. Moet je poepen? Ja. Nee, nou, maar jullie begrijpen wel wat nou, ik bedoel. Dat vond ik helemaal niet. Het was niet echt open. Maar dat wil niet betekenen dat het geen goed optreden was. En ik kan maar één ding zeggen, Danny, bravo. Nou. En goed, nou. Dankjewel, Dre. We gaan naar je eigen vertrouwde team. Ja, Dre, sorry, ik ga je toch afvallen. Ik vond het niet geknepen. Ik vind, hij heeft een hele eigen sound. Ja, nee, daar ben ik... Jouw stem heb ik nog nooit ergens anders gehoord. En dat is iets waarom ik jou al een aparte verschijning vind, snap je? Alleen al om je stem. Ja, ik word eigenlijk een beetje sprakeloos. Maar ik ga toch iets doen wat heel veel vrouwen denk ik willen doen. Succes, ja, nee, Danny. Ik kan het niet laten, sorry. Ik ga je echt even knuffelen. Start ik er nou op? Zag er weer een beetje molen bij, of niet? Dames en heren, u kijkt nog steeds naar bloed, zweet en tranen. Wat ben je toch een geluksvogel, Danny? Ja, nou, dat denk ik een understatement op dit moment. Ja, geweldig. Dankjewel, Gier. Ik krijg het te warm. Brorox. Wat heerlijk, jongens, stoppelbaar. Het is alweer een dag geleden voor me. Nou, het is in ieder geval heel erg duidelijk dat volgens mij je optreden in combinatie met de looks heel goed gevallen zijn vanavond. Heerlijk. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. We hebben ontzettend van je genoten. En hoeveel we van je genoten hebben, dat hoor je aan dit geweldige applaus van deze ongelooflijk enthousiaste menigte. Dank je. Wil jij Danny of een ander talent net als onze publieksjury een cijfer geven? Ga dan even naar sbss.nl/plus. Nou, er waren voldoende complimenten, lijkt mij. Ja, dat kun je zeggen, ja. Überhaupt om zoiets mee te mogen maken, het is echt goud. Het is gewoon goud. Ja. Nou, kijken of we dat goud kunnen verzilveren. Mogen wij de score voor Danny zien? Laat maar lopen, hoe hoger, hoe beter. Als je goed hoog uitkomt, wauw, een 7,3. Dat cijfer hebben we eerder gezien. Mogen wij het scorebord zien? Dan kunnen we zien waar Danny met die 7,3. Kijk eens even. Op een gedeelde tweede plek nu.
En dat betekent dat jullie dus in die gedeelde gevarenzone zitten. Dus er kan nog van alles gebeuren. De avond is nog jong, dus we wachten het nog even af.